Ja, zoals jullie zien, het is de kattenbak staat normaal altijd hier. En dit ga ik nu even schoonmaken. En deze loopt nog een beetje door. En ja, jullie mogen mij voor gek verklaren. Het is nog niet helemaal netjes, dus kijk daar even doorheen. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 16 oktober 2022. En het is nou net 1 uur in de middag. Ja, ik ga even gelijk een beetje aan het werk. Want er moet het een en ander gebeuren. En dat leg ik jullie zo meteen uit. Dus wij wensen jullie gewoon vandaag heel veel kijkplezier, dit is gewoon een vlog. Ja, zoals jullie zien, het is de kattenbak staat normaal altijd hier. Heb ik dus al even nu net snel verplaatst. Ik denk, oh ja, ik moet nog even filmen. De kattenbak heb ik even daar neergezet. Alles wat op de droger staat moet ik ook vanaf halen. De droger moet losgekoppeld worden. Want kijk, hier heb ik dus namelijk alles met stekkers eraan. Dus zo erg is dat niet. Nou, doe ik die even gelijk daar. Kijk. Dat is handig. En eigenlijk mag ik dit niet eens handig, hè? Eigenlijk. Maar ik til niet van en vanuit mijn buik. Dat is het mooiste. Nou, dat gaat er zo dan even daarop. En dan gaat het droog. Die moet er vanaf. Hier zit geen, ja, een beetje water in. Maar dat maakt niet heel veel uit. Zo. Ja, ik heb Ro ook aan de telefoon, maar dit ga ik even doen. Dus dat moet even los. Dat moet dus eventjes op de kattenbak. En dat komt helemaal goed. Dat moet ook even weg. Dat moet even daar weg. Dat daar hier. Dat komt helemaal goed. Ja, yeah, en het droge die staat al daar. Hey, ja. Zo snel ben ik dus alweer. Het is nu inmiddels al 1:15. Ja, moet eens kijken hoe vies deze is. Oh, nou dat ga ik dus ook nu even schoonmaken. Ja, check dit. En check dan. En voilà, kijk eens hoe schoon die alweer is. Ja, en deze heb ik ook alweer gehaald. En niet vanuit mijn buik, maar vanuit mijn rug en mijn benen. En dit ga ik nu even schoonmaken. En deze loopt nog een beetje door. Moet ik even spullen. Deze kan weg. Dan kan ik deze hier even omknallen. Hartstikke fijn. Kan er daar even in druppelen. Dus dit ga ik nu even schoonmaken. Ja, mooi schakel, kom maar schoon. Dat emmertje staat er even voor. Omdat deze nog even het leuk vindt om water eruit te laten druppelen. Kijk, en daar gaat hij. Dus daarom heb ik even dat emmertje eronder. Maar dat komt helemaal goed. Helemaal goed. Ja hoor. En oh, die komt ook deze kant op. Want dan kan deze naar de algemene kelder. Kan ik deze ook verkopen. En dan, ja. En dan de andere weer naar boven.
Ja, als je je sinaasappel wil gaan persen, prima. Maar daar zit veel suikers in, zelf persen. Dan gaan mijn tanden en mijn bek van krimpen bij elkaar. Maar we gaan even kijken. We gaan weer eens even kijken. Heel hard. Zo. Zijn er weer dingen niet goed? Oh, jawel. Oh, we zijn ook even aan het shoppen zeker. Voor thuis. Gewoon even kijken. Gewoon even kijken. Nou, is er heel weinig voor schat? Het is. En wat we lekker vinden, heel weinig. 50 cent voor dat. Serieus? Kwart. Wat? Deze worst, ik zal hem even pakken voor je. Dit is 2,50. Rustig, schat. Even rustig. Alsjeblieft. Ja, ik ben daar zo goed. Niet zo hard, dank u. Hij had ook aardig steek. En jij pampoen? Pompoenensoep. Nou nee, geef maar voor maar een Vicky. Vicky, lust het ook niet? Nee, daarom juist. Okay. En welk fruit? Ja. Vindt zichzelf bijzonder lollig. Nou, vertel. Grapfruit. Ja, precies dat. Ja, helemaal goud. Dus ja. Nou, er zat dus niks voor ons in de... BAK. BAK, nee. KAB. Kap. Huh? 84%. Ja, we zijn dus nu en bij de broodafdeling. Ook leuk. Bij de broodafdeling? Ja, bij de brood. Gezellig. Maar er zijn ook weer een hoop nieuwe mensen die hier werken. Dat merk je. En dat het de sfeer een beetje hier en eruit gaat. Behoorlijk. Lekker ruim, dit dropje, ja? Hé. Oh. Al deze. 2,04 €. Jezus, Mina. Poetin. Move. Hè? Moet je kijken. Mag ik je dat even? Ja, maar dat mag niet eens. Nee. Wat een vuist. Onze wereld, een witte achter ons. Dit gaat de andere kant op. Dag politie, hij zat nog alleen. Ah. Ja, Alex, ja maar dan snel rechts. Nee, ik zei dat is om. En rechtdoor. Dat is om. Nee, ik zei dat is wel om. Als je maar, ik rijd altijd. Ik zei ja. Ik zei, maar ik heb het gemeten. Dat is om. Ik zei, dit is binnendoor. Ja, maar je hebt wel allemaal verkeerslicht. Ik zei, dat maakt niet uit. Ik zei, maar dit is wel binnendoor. Jullie verklaren mij waarschijnlijk voor gek. Ja, dat mag. Want jullie, zoals jullie weten ben ik namelijk 11 oktober geopereerd. Maar ik heb een hele hoop gedaan. Zoals jullie weten ben ik vanmiddag begonnen met de douche. Ik ga de badkamer even laten zien. Ja. En ja, jullie mogen mij voor gek verklaren. Het is nog niet helemaal netjes. Dus kijk daar even doorheen. Maar moest kijken. Misschien zie je al iets wat veranderd is, misschien. Nou, dat is nog wasgoed. Dat moet nog zometeen in de wasmachine. Ja. Nou, dit moet ook nog even allemaal schoon. Maar kijk, wat ik nu heb. Ik zal even mijn camera goed pakken. Ja. Ben ik hem? Ja, oké. Okay. Kijk, wat ik dus nu heb. Wat is dit? Ik heb een lade, jongens. Ik heb een lade. En mijn droger, die staat dus nu zo vast. Ja. Want anders wiebelt hij er waarschijnlijk ervan af. En dat is ook niet erg handig. Nee. Maar hij staat dus nu wel goed stevig. Dus ja, dat zeg ik. Ik heb dus nou een mooie lade. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Hij is op 90 graden nu aan het wassen. Even lekker schoonspoelen. Ik heb schoonmaakammonia er doorheen. Ik heb een beetje Dettol. Ja.
En ik heb een vaatwastablet erin. 90 graden, even lekker heet. Ja. En dan kunnen jullie zeggen, ja Karin, kijk uit voor die hoge energiekosten. Ik snap jullie, maar ik zit dus nu nog gelukkig safe tot en met volgend jaar. Want ik zit nog in mijn oude contract. Dus ik kan dat nu nog even maken. Dus ja, ik snap jullie bezorgdheid, maar dat is helemaal niet nodig. Nee. Ik ben dus nu nog steeds met de vlog bezig. Ik ga Gio kijken. Van ja, moest ineens weg. En stunt met mijn auto. Gaat helemaal fout. Dat ga ik even kijken. En ben met mijn nieuws even bezig. Dus en met mijn vriendin die ik al heel lang niet heb gesproken. En ik moet Ro zo over een kwartier weer wakker bellen. Dus druk, druk, druk. Ja. En ik ben ook eigenlijk wel een beetje back af. Maar lekker vroeg de hondjes uitlaten. En vroeg lekker mijn nest in. Joep, jeppe de peppie de poepie de peppie de prop. Yes, ah, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten en dat ga ik ook doen. Dus, vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.